mag ik de verzamelde pers welkom heten en de andere mensen die hier ook aanwezig zijn van harte welkom. Want wij hebben het toch kennelijk na een zeer korte tijd voor elkaar gekregen om een beleidsakkoord vooralsnog in elkaar te schuiven. Combinatie 95 heeft als eerste de gesprekken opgepakt en is... En dan moet ik weer even kijken wanneer dat er geweest is. 22 maart hebben wij de eerste gesprekken gevoerd. Hebben wij die met de 7 andere partijen gevoerd. En wij hebben naar aanleiding van die gesprekken besloten uiteindelijk met 6 partijen verder te gaan. SP is gewoon een vanzelfsprekende partij als je kijkt, of partij om aan te sluiten aan de coalitie. Als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen. Dat heeft erin geresulteerd dat wij de SP er meteen bij gevraagd hebben en hebben gezegd van dan gaan we die kar van die coalitie vormen ook samentrekken, combinatie 95 en SP als de twee grootste winnaars bij de verkiezingen. Die gesprekken gevoerd en op basis van die gesprekken hebben we uiteindelijk besloten samen om Inbox en D66 uit te nodigen voor de verdere en in principe afrondende gesprekken. Inbox heeft de afgelopen perioden gewoon een loyale coalitiepartner getoond die inhoudelijk gewoon op de lijn zat waar wij gewoon vanuit de strategische visie goed koers hebben kunnen zetten en dat is ook de lijn die we in de toekomst voort willen zetten. Vervolgens D66. D66 is ook een partij waar we gewoon vanuit de oppositierol inhoudelijk toch best wel wat onderscheidende geluiden hebben laten horen, maar dat is ook juist fris en goed in de politiek. Maar in de gesprekken bij elkaar hebben we toch een mooi compromis kunnen vinden zoals het hoort in het belang van de gemeente Boxtel. We hebben dus daar wel inhoudelijk diepgaand over gesproken en ik denk gewoon uiteindelijk een hele goede een goed beleidsprogramma neer kunnen zetten. We hebben dat praatpapier in feite omgezet dus in een beleidsprogramma op hoofdlijnen. Erik van den Broek zal er zo meteen veel meer over vertellen, maar het is een programma op hoofdlijnen geworden. Vandaag presenteren we het beleidsprogramma 2014-2018 en het motto is ruimte voor innovatie en vernieuwing. Er komt de komende jaren komt er heel veel op gemeentes af en van heel veel van die zaken is het nog ongewis wat het precies voor de gemeente gaat betekenen. Denk dan bijvoorbeeld aan de decentralisaties die eraan zitten te komen. En we willen als coalitie een hele frisse blik vooruitwerpen op alle fronten. Sociaal, ruimtelijk, ecologisch, economisch en bestuurlijk. De bakens zullen verzet moeten worden om bij de inkrimpende budgetten welvaart en welzijn te behouden en te versterken. En daarom zullen we innovatief en vernieuwend moeten zijn. Het is een uitdaging voor de coalitie om in de komende bestuursperiode de kracht van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, ketenpartners en mede-overheden aan te boren. Een ander begrip dat heel stevig is uitgewerkt in het beleidsprogramma is het begrip duurzaamheid. En dan niet duurzaamheid alleen op ecologisch gebied, maar ook op economisch gebied en op sociaal gebied. Het ene speerpunt is het werkgelegenheidsgemeente en daar gaan wij inzetten op samenwerking en innovatie samen met de 4 O's. Onderwijs, overheid, ondernemingen en de overige organisaties. Daar gaan we samen mee aan de slag om creatief en innovatief te werk te gaan. Green Tech Campus is daar zo'n voorbeeld van. En we gaan kijken met de mbo-opleiding of we wat meer naar het zuiden kunnen gaan kijken richting Brainport, richting Eindhoven. Dan is Boxtel Sterk Centrum ook een speerpunt. En daar is de cultuurhistorische as van belang. En daarin tekent zich toch weer af het belang van cultuur en economie samen. Alleen als je een cultureel sprankelend centrum hebt waar creatievelingen en kunstenaars zich prettig voelen, dan krijg je ook een bloeiende economie. En wij hopen dat de creatieven onder ons aan te kunnen bieden. Prima Woongemeente was ook speerpunt waar we hard mee aan de slag gaan. En dan gaan we creatief op zoek naar mogelijkheden om het voorzieningenniveau te vernieuwen. Er komen taken op ons af, er komen bezuinigingen op ons af. We zullen met z'n allen, denk ik, vol aan de bak moeten om Boxtel financieel de eerstkomende 4, misschien nog wel de eerstkomende 8 jaar door te loodsen. En dat impliceert inderdaad dat we
Met name als we kijken naar lopende projecten, en iedereen weet waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met de fietstunnel, we zijn bezig met overwegen, we zijn bezig met de Keulsebaan, we willen naar de Noord-Zuidas kijken, overhangen prijskaartjes aan. En ik denk dat we heel veel zaken op ons af krijgen en dat we die heel veel zaken ook willen doen en moeten doen. Maar dat we vervolgens moeten zeggen, nou goed, daar zullen we toch eens heel hard over na moeten denken. Of het inderdaad misschien wat soberder moeten doen. En zodat we in ieder geval ook voor het sociaal domein wat extra ruimte over hebben. Want daar zit natuurlijk ook een groep mensen of een hoop mensen die eigenlijk zeggen, ja, voor mij is eigenlijk mijn leven deze maand iets belangrijker dan dat daar een tunnel komt, dan dat er iets anders komt. Ik vind dat wel een punt van aandacht. Werkgelegenheidsgemeente, we gaan de uitdaging aan die in het economiedebat in de verkiezingscampagne door het bedrijfsleven is voorgesteld. Samen met het bedrijfsleven zal er een economisch aanvalsplan worden opgesteld, zowel voor het centrum als voor het bedrijventerrein. We gaan daar ondernemers nadrukkelijk bij betrekken, maar ook de maatschappelijke partners en het onderwijsveld. Onderdeel van het aanvalsplan zal ook de aandacht voor de Boekselse arbeidsmarkt zijn. En dan zeker ook de aandacht voor kwetsbare groepen en jongeren in het kader van de participatie van die groepen op de arbeidsmarkt. Met betrekking tot het centrum, herinrichting van het centrum gaan we realiseren, waarbij de notitie op weg naar een leefbaar en bruisend centrum het vertrekpunt is. Maar we gaan de centrumondernemers nadrukkelijk bij dit proces betrekken, met als leidraad de onlangs gepresenteerde centrumvisie. Uitdaging zit hem dan met name ook in de wijze waarop de verschillende ideeën in elkaar gepast zouden kunnen worden. Parkeren geschiet in eerste aanleg binnen de bestaande infrastructuur, waar we op de bestaande ruimtes slim gaan kijken naar de parkeermogelijkheden. En de Stationstraat gaan we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aanpakken als verbindingsroute tussen het station en centrum. De Stationstraat moet weer een aantrekkelijke toegangspoort richting het centrum worden. En tenslotte, er komt een plan van aanpak op het gebied van armoedebestrijding bij gezinnen met kinderen. Daar komen extra middelen voor vanuit het gemeentefonds. En die middelen zullen worden gereserveerd voor het thema kinderen in armoede. De portefeuille die ik in het nieuwe college in ga nemen is grotendeels de portefeuille die ik de afgelopen 4 jaar ook had. Dat betekent dat ik ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toerisme en recreatie. En met name ook duurzaamheid als aandachtspunten heb. Ik ben heel blij dat ook dit college, en ik zou bijna zeggen als vanzelfsprekend, duurzaamheid gewoon als het belangrijke speerpunt ook op de agenda houdt. Dat betekent dus dat we die duurzaamheid ook de komende 4 jaar gewoon weer stevig uit gaan bouwen. Wat betreft de burgemeester buiten zijn functies die we van hem gewend zijn, uiteraard zoals algemeen bestuur, openbare orde en integrale veiligheid en juridische zaken, denken wij dat het heel belangrijk is om de zwaarte van de functie van de burgemeester in te kunnen zetten voor als voortrekkersrol, maar ook als zijn rol als netwerker. Heel specifiek gaat hij dat doen in de coördinatie van de ruimtelijke economische strategie, waar de wethouders meer de uitvoering krijgen in een takenpakket. Zal hij daar meer coördineren en meer over de strategie gaan. En uiteraard, wat hij al eerder, ook in de afgelopen periode heeft gedaan, zal hij een voortrekkersrol spelen in de intergemeentelijke samenwerking, de burgerparticipatie, het programma Boksel op Maat en het programma Hoogfrequent Spoor. Na afloop van de persconferentie, waarin het toekomstige college van BNW van Boksel zich gepresenteerd heeft, zijn wij hier voor nog enkele vraagjes aan hun te stellen. Allereerst namens Omroep Dommeland van harte gefeliciteerd jullie. Jullie hebben ook een leuke persconferentie gehouden, maar we willen toch als kijker nog een paar dingen van jullie weten. Jullie hebben portefeuilleverdeling gedaan en dat zijn allemaal zakelijke dingen genoemd. Maar waar wij nou zo benieuwd naar zijn is, wat vind je nou leuk aan jouw portefeuille? Waar ligt jouw ambitie en waar ga je het op maken? Maruska. Ja. Nou, mijn portefeuille is onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, kunst en economie. En wat ik nou leuk vind is die verbinding tussen economie, cultuur, kunst, onderwijs. En daarmee, doordat je nieuwe verbindingen maakt, creatief denkt en nieuwe mogelijkheden maakt voor Boksel. Oké.
Erik. Ja, in mijn portefeuille zit economie, waaronder het centrum en bedrijventerrein, de WMO, sociale zaken. Dus heel veel onderwerpen die vooral te maken hebben met mensen en het leggen van verbindingen met mensen. Het coördinerend wijkwethouderschap zit erbij. Dus daar ligt wat mij betreft met name de uitdaging. En dan echt op leuke thema's zoals het centrum waar nog veel moet gebeuren. Om dat een bruisend centrum te maken voor Bokstel. Ja, daar zie ik echt naar uit om dat samen met de mensen in het centrum op te pakken. En daar iets moois neer te zetten. Dankjewel. Nou Peter, je hebt natuurlijk ook een geweldige ambitie. 4 jaar ervaring. Ja. Ja. En nou ga je het maken op een aantal nieuwe punten. Nou, we gaan in ieder geval weer nieuwe accenten zetten, want mijn portefeuille blijft grotendeels hetzelfde. Dus ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toerisme, recreatie, duurzaamheid. Maar ik zie duurzaamheid echt als de verbindende factor tussen al mijn onderdelen in mijn portefeuille, maar in feite natuurlijk ook de speerpunten van mijn collega's die hier zitten. Want duurzaamheid, dat gaat natuurlijk echt wel om wat betekenen wij voor toekomstige generaties. Dat is een stuk solidariteit en nou, dat vind ik echt een geweldige uitdaging om daar op al die beleidsterreinen integraal te denken en te kijken hoe dat wij iets toekomstbestendig neer kunnen zetten in Bokstel. Korte termijn successen, dat is heel makkelijk te boeken, maar het gaat vooral om hoe dat wij op de lange termijn het goede voor Bokstel doen. Herman, een nieuweling in de politiek. Absoluut. Slapeloze nachten vanaf vandaag. Die zijn achter de rug. Die zijn al achter de rug? Die zijn achter de rug. Ja, maar, als vorige woensdag, geloof ik. Ja. Maar tijdens die nacht heb je natuurlijk wel zitten denken van hoe ga ik het aanpakken en wat zijn de leuke dingen die ik nu ga doen. Ja, dankjewel. Ja, de leuke dingen die ik nu ga doen. De leuke dingen die ik ga doen is onder andere financiën waarvan iedereen zegt het is helemaal niet leuk. Mij lijkt het een immense uitdaging om daar waar het allemaal wat krapper en minder wordt, om dan toch proberen om daar een bepaalde invulling aan te geven. Kijk, als de bomen de hemel in groeien, dan is alles makkelijk natuurlijk. Maar dit is een uitdaging. Daarnaast denk ik dat we op het terrein van verkeer, want Peter praat constant over verbinden. Nou, verkeerswegen hebben we nodig om te verbinden. Dat valt dan ook in mijn portefeuille. En voor het laatst heb ik wat moeten schooien. Uiteindelijk heb ik ook sport toebedeeld gekregen. En ik heb ook gezegd van nou, ik zou het heel fijn vinden. Ik ben een sportman, ik heb een sportcultuur. Ik ken de sportvereniging Bokstel vrij goed. En vandaar ik heb gezegd van nou, ik zou het wel op prijs stellen. Als me dan sport in ieder geval ook ten deel valt. Dus ik uitdagende portefeuille. En zeker geen waar ik slapeloze nachten van heb. Jullie hebben allemaal in jullie programma's, verkiezingsprogramma's, aangegeven dat de burger meer voor het zeggen moet krijgen, of beter gezegd de burgerparticipatie. Hoe kijken jullie er nu tegenaan en wat hebben jullie daarover afgesproken? Ik begin maar een keer met Peter. We hebben afgesproken dat we er echt heel serieus werk van gaan maken. Een van de belangrijkste uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma is dat wij veel meer van buiten naar binnen gaan werken, waarbij we nu heel veel plannen gewoon binnen hier in huis maken en ze vervolgens voorleggen aan de burgers en vragen wat vindt u ervan en heeft u daarbij aanpassingen. Wij gaan veel meer initiatief bij de burgers stimuleren, burgers enthousiast maken om zelf met plannen te komen, met ideeën te komen, waarbij wij dan in feite in de ondersteunende zin daar ook een rol kunnen spelen. Kun je iets concreets noemen? Zijn er nog plannen? Maar één ding concreet dat je zegt, dat gaan we doen. Nou, wat wij gaan doen is op het gebied van woningbouw, waarbij wij tot nog toe eigenlijk altijd gewoon zelf en met projectontwikkelaars, wat ik straks ook al zei, de plannen maakten. En daar had in feite de woonconsument veel te veel maar te slikken wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Wij willen gewoon echt woonconcepten waarbij de burger zelf aangeeft van dit willen wij. Een initiatief van een groep mensen die zelf een plan ontwikkelen en daar in feite allerlei zaken omheen organiseren. Dat zullen wij veel meer gaan faciliteren en ondersteunen. Ja, voor D66 is dat een speerpunt om mensen te betrekken bij alles wat je doet, omdat de goede ideeën van de mensen vandaan komen. En als je in zo'n gemeentehuis zit, dan ben je zo verzand in allerlei beleidspapieren dat je eigenlijk de goede ideeën niet meer ziet. En wij willen juist de mensen de kans geven om met hun ideeën naar voren te komen. Dan gaan wij kijken of we dat kunnen uitvoeren.
Bij ons zit het eigenlijk als volgt. De eerste keer dat wij op gesprek zijn geweest om te oriënteren waar eigenlijk waar onze aandacht naar uitging, toen hebben we eigenlijk aangegeven van nou, we snappen ook wel dat het alles wat we nu nog gaan doen, dat het nog vrij open ligt. Maar wij willen echt aansturen op een beleidsplan wat open is, wat toegankelijk is, wat niet aan alle kanten wordt dichtgetimmerd, wat geen 100 pagina's is. En hetgeen wat wij eigenlijk voor ogen hadden, dat staat eigenlijk in deze paar A4'tjes, waarvan we echt hopen dat en de boksters, politiek en de burger, dat die zullen omarmen en ook zullen zien van nou, als we dit pakken als vertrekpunt, dan weten we zeker dat we 4 jaar mee kunnen praten, mee zullen praten, want alle ruimte is aanwezig. Jij zei letterlijk, en ik spiek maar eventjes, dat er veel flaters de afgelopen periode zijn geweest in de inspraak. Dat wordt dus nu opgelost met jou in het college. Nou ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk en dat zal wel mijn inzet in het college zijn. In het verleden werden plannen veel te veel tot op de punt en komma dichtgetimmerd. Dat moet echt anders. Ik vind ook dat een kwestie is van mentaliteit, een bestuurscultuur. En ik denk dat het uitstraalt in ons beleidsprogramma wat we vanavond hebben gepresenteerd. Dat we een bestuurscultuur willen van toegaan naar de burgers met een leeg blad, mensen mee laten denken. Als het goed is zitten wethouders ook niet zoveel hier in het gemeentehuis, maar zijn ze vooral op straat te vinden. Richting het maatschappelijk middenveld, richting organisaties, richting mensen in de wijken om samen met mensen plannen te bedenken. En daar ligt een hele grote uitdaging. En ik ben ervan overtuigd dat met dit beleidsakkoord en met deze partijen dat we daar een aantal belangrijke stappen in kunnen gaan zetten. Maroushka, de spoorwegplannen, met name de dubbele spoorwegovergang. Ja. D66 heeft een andere mening geuit dan de drie andere partijen. Jullie wilden een fiets met auto gecombineerd. En dat wilden zij niet. En nou is toch dit nog een item. Wat wordt het nou en hoe komt het? Nou, D66 is ermee akkoord gegaan dat we een onderzoek gaan uitvoeren om te kijken hoe die fiets dan zo aangelegd kan worden dat je zoveel mogelijk de mogelijkheden niet uitsluit voor de toekomst. Dus er wordt een onderzoek gedaan en daar gaan wij voorlopig mee akkoord. Jullie hebben ook weer in vorige interviews aangegeven dat heel erg belangrijk voor jullie is. Met name ook het jongerenbeleid heel belangrijk is. Maar ook aangegeven dat er meer geld voor zou moeten zijn. Komt er nou meer geld voor het sociaal beleid? Want het is bekend dat het geld wat van de regering komt waarschijnlijk niet voldoende is om alles te doen wat jullie willen. Nou, er is in ieder geval ruimte geschept in het beleidsplan voor meer financiële mogelijkheden. Waar wij altijd een discussie over gevoerd hebben in het verleden is de budgetneutraliteit die door voorgaande colleges en coalities als uitgangspunt werd genomen. Dat betekent eigenlijk dat er alleen naar extra geld gekeken kan worden binnen het bestaande budget van het sociale beleid. En daarvan hebben we op dit moment gezegd, we gaan uit van de budgettaire kaders, maar als er maatwerk nodig is, dan valt daar naar te kijken. Dus in die zin hebben we daar ontzettend veel winst behaald om een stukje maatwerk te genereren. Ook hiervoor geldt dat het beleidsplan weer niet op de punt en de komma dit getimmerd is. Er is ook ruimte voor inbreng vanuit burgers om daarover mee te denken. Maar dat er meer mogelijkheden zijn is wel duidelijk. Uitbreidingslocaties. De uitbreidingslocatie zoals wij hem aanvankelijk op het oog hadden is niet verantwoord. Als wij gewoon uit de eerste onderzoeken, als we het zelf zouden gaan doen, gewoon met een tekort van 10 miljoen geconfronteerd worden, denk ik dat er niemand in Boksel zit die zegt van dat moet je uit gaan voeren. Ook als particuliere ontwikkelaars dat gaan doen, wat we daarna in de fase daarna in feite bekeken hebben, zijn de risico's voor de gemeente Boksel onaanvaardbaar groot. Maar dat ontslaat je niet aan de verplichting om te kijken van wat dan. Want het is niet zo dat wij achterover willen gaan zitten en zeggen van nou dit gaat niet lukken. Wij gaan op die locatie kijken of dat we nog iets kunnen ontwikkelen. En als dat niet mogelijk is, dan zullen we een alternatieve locatie moeten vinden. Want ook een uitbreidingslocatie hebben we op termijn zeker nodig voor Boksel. Het laatste woord aan de waarschijnlijk aanstaande loco-burgemeester. Ruimte voor innovatie en vernieuwing. Ja. Zo heet het collegeprogramma. Ja. Het laatste woord aan jou.
Nou, dat is echt het profiel van dit college. Het profiel wordt echt vernieuwen, innovatie, creativiteit. Er gebeurt al veel in Boksel. Ik wil ook echt wel de indruk wegnemen dat wij nou met een rigoureuze trendbreuk beginnen ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn goede initiatieven in gang gezet en ook goede burgerinitiatieven. Ik denk aan Spil in Liemde, ik denk aan SIL in Lennensheuvel. Dat zijn projecten waarbij burgers gewoon de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefbaarheid en de eigen leefomgeving zelf opgenomen hebben en bij de gemeente gekomen zijn van kunnen wij daarin gefaciliteerd worden. Nou, dat is helemaal van de grond gekomen. Dat soort initiatieven, dat moeten wij op veel meer plekken, ook in Oost kunnen dit soort initiatieven gerealiseerd worden. Dat kan gewoon op alledaagse leefbaarheid, dat kan wat betreft de verkeersoplossingen, maar dat kan ook op het gebied van de zorg. Kunnen burgers gewoon zelf dat initiatief nemen en we hebben bewezen als organisatie daar ondertussen dat in de vingers te hebben hoe dat opgepakt moet worden. We moeten het alleen maar veel meer als een automatisme en veel breder in de organisatie weg gaan zetten, want dat wordt de manier waarop dat wij gaan werken hier vanuit dit huis. Wij wensen jullie heel, heel veel succes de komende 4 jaar en we hopen dat Boksel een heel goed college zal hebben.